Kijk mijn kanaal, ik bedank wel dit video van He-Mail dag. Dag 4. En de laatste dag alweer. En oliekoekenplons, een beetje hetzelfde als de lampen zijn in de lucht. En ja, daar hebben we de booster te zien. En straks om 11:30, het is nu rond 11:50. Wat een verschil. En hier begint straks. Hetzelfde als de land en de zee, de lucht. Zo begon hij het eigenlijk. Nou, joe. Heren van de brandweer, bent u er klaar voor? En misschien nog belangrijker, publiek, bent u er klaar voor? Ja! Is lekker, publiek, bent u er wat klaar voor? Ja, kijk eens aan. Dames van het trio, mag ik jullie uitnodigen om het startschot, het eerste startschot van Oliekoekenplons 2019 te geven. 3, 2, 1, go! Ja, daar gaat hij, Oh! Ja, en toch wel even jullie bel, hè? Wel even jullie bel en... We moeten hem horen! Ja! Ja, oh ja. Toepasselijk muziekje erbij. Zwaaien mensen op het bolwerk hier. Ja, we gaan met z'n allen even mee zwaaien. Allemaal die truinen trekker idee dit. Nou jongens, ik zal, ja. Moet je eerst genieten? Oké, jullie zijn er klaar voor. Oké. Jeroen, daar komt ie. 3, 2, 1. Go! Ja! Ja! Nou. Ja, en op die punt staan, hè? Ja, daar gaat hij, allee! Ja, en volgens mij was het met de Titanic zo dat je dan elkaar een kus moet geven, toch? Ja, ja, dan ben je blij met elkaar! In ieder geval een beetje kroelen. Volgens mij ook op de punt, maar ik heb ze nog niet zien zoenen hier. Ja, hij was er al uitgenaaid. Ja, goed zo! Mooi hoor. Maar dit was een snelle tijd, denk ik. Jeroen nog niet? 5,75. Sneller dan inhaling. Nou, dat sowieso. Voor jou maar 4 seconden voor mij. Het is overigens de He-Mail-band. Dus mochten er nou mensen zijn die ook nog binnen 5 minuten bedenken van ik wil hier ook vanaf. De He-Mail-band is voor jullie beschikbaar. En ja, het is toch allemaal lekker. Het is mooi weer, het is mooi water. Ja. Travassie is opgezet. Ik ga de heren vragen. Heren, zijn wij er klaar voor? Nee, zegt hij. Jeroen, 3, 2, 1, go! Hij is voor jou, Pete. Ja. Nog een keer, denk erom. Om dat aandoos naar beneden te laten gaan. Dan gaan wij onze voet klaar maken. En dan gaan wij in 3, 2, 1, go! Ja! En dan zwemmen deze. Ja! Ja jongens! Go! Oh jongens! Woe! Ja, dat was hij! En hij trok de bel goed getrokken hebben, niet alleen. En daar gaan we! 3, 2, 1, go! Ja, daar gaan ze! Hop, 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 hop! Zeker, en ik moet eerlijk zeggen, die andere twee Bastiaan die waren wat jonger, maar deze die zijn wat ouder, maar deze gaan er wat soepeler in. Want volgens mij zit het zelfs al.
En even om te verklappen, hier zit een hele snelle boot in. Echt waar, een hele snelle boot. En ik weet van vorig jaar dat dat kon, maar Perry, ging je vorige keer scheef? Nee, ja. Mijn vader doet er wat vroeg af. Ja, veel oefen dus? Zeker, ja. Nou, we zullen zien. In theorie is deze beter, dus... in theorie is deze beter, Jeroen. Publiek, in theorie, hè. Het zijn Basje en Adriaan, hè. Dus die zeggen in theorie nog meer dingen. Daar gaan we! 3, 2, 1, go! En dan kan je toch zien dat het familie van me geeft, want jullie doen exact hetzelfde als die andere Bas. 1, go! En dan gaan we, Ja! En dan wel bellen, hè? Wel bellen! Ja! Ja, hetzelfde. Als je de voorbouw nu doet, maar het is een Hallinger, toch even die handjes op elkaar. We gaan in 3, 2, 1, go! Halloween! Oh, ja! Dit ging... Ja, nu eens kijken, ook dat hele, die smers, die tuikers, die gaan helemaal los, hè? Ja! En er mag gedanst worden, hoor, ondanks het warme weer. Er mag bewogen worden. Hij doet het gewoon leuk. Jeroen! 3, 2, 1, go! Ja, dit gaat goed! Ja, Nog niet! Dat is een strijdbad dorp en ja, als we kijken of we de strijd aan kunnen gaan, dan is het een concurrent. En ik heb mijn onbeschouwde vrouw meegenomen. Hoe heet ze? Tjerkje. Tjerkje. Mooi. Nou, Tjerkje. Power Rangers, klein tinkie op de kont zie ik. We stappen erin. Misschien moet je even, hier even naast staan, want het publiek ziet natuurlijk niet wat wij kunnen zien. Kijk jongens, de Power Rangers. Ja. Oh. Daar kun je erin zitten. Een ritje even dicht door, hoor ik net. Morph suits. Nou, Mark. En de borsten zitten goed. Oké, het rode dorp. Hebben we ook iets met een rood dorp? Oké. Niet te hard, zegt iemand, dan worden we eerste. Dat willen we niet. Zijn we er wat klaar voor, heren? Oké, als het water uitduwt. Oké, Jeroen! 3, 2, 1, go! Ja, daar gaat hij, gaan! Even koppen bij, want het is eigenlijk dezelfde. Maar dan moet je maar even zien hoe we dat nou doen. Sander, we tellen gewoon 10 bij elkaar op. Plus 10 minuten. Nou, we zullen het zien. 3, 2, 1, go! Kijk, een afleiding. Een afleiding, hè? Oh, ja, de snelheid was er al. Mis. Hier, 5-6 man die moeten er wat tegenhouden. Het moet niet te snel gaan. Oh, trek aan, ja. En nu? Wat gebeurt er? Doe er vast. Hij wordt weer omhoog getrokken. Oh, hij valt om.
alles vliegt eraf. En hij zingt. Ja, ik wil ook eigenlijk het idee wel even zien, maar wat is het? Dat doen we op de kant, hoor ik. Oh, okay. Ik weet niet wat nou... Ja, ik zal ze even vragen. Ja, vragen alsjeblieft. Oh, bellen? Ja, sorry. 5,5 uur. Ja, er is gebeld. Applaus voor de hand weer. Hartstikke goed. Kijk, ga je vertellen wat... We zijn weer terug en we lopen nu richting de binnenstad. Wat... Om is namelijk de het grote, namelijk de straatfestival. Ieder jaar op zaterdag met hier maar dan.
Thank you.
Goedenavond en ja, jullie hebben net natuurlijk de startfestival gezien en zo. En straks gaan wij om kwart voor één gaan wij ook naar het festival. Maar even goed horen mensen. Serieus? De slotavond in bij de Jumbo, nee, de slotavond van de He-Mail. Dat hoor je gewoon vanaf hier, hè? Keihard die muziek. Nielsen treedt op en dat soort dingen. Je hoort het gewoon vanaf hier. Nou, die mensen die daar dichtbij wonen, die zo knettergek worden daar ook. Bam, bam, pat. Nou, dat is echt, nou, ik zou de orderbus meenemen, vond je. Maar ja, tot straks bij de feedback show. Thank you.
Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid namens de organisatie en alle vrijwilligers en natuurlijk het vakpersoneel. Bedankt en tot volgende jaar! En bedankt jullie natuurlijk voor het kijken naar al deze video's van de Heemail 2019. Volgend jaar gaan wij sowieso in 2020 gaan wij sowieso weer filmen. En dan gaan we misschien groter aanpakken misschien. Maar ja, in ieder geval bedankt voor het kijken en vanaf volgend jaar zijn we weer. En in ieder geval een hele fijne zomervakantie als je morgen op vakantie gaat. En anders doeg. Tot morgen bij Minecraft weer.